Het Instituut voor Graduate Studies en Research heeft gisteren een presentatie gehouden over persistente organische verontreinigende stoffen, POPs. Victorine Pinas, onderzoeker bij IGSR, zegt dat POPs giftige chemicaliën zijn die de gezondheid en het milieu wereldwijd nadelig beïnvloeden. Mensen kunnen deze stoffen binnenkrijgen door ze in te ademen of door voeding. Pinas geeft aan dat deze stoffen in veel alledaagse producten voorkomen, zoals shampoo, bodyspray, pesticiden en verf. Ook zegt Pinas dat deze stoffen vrijkomen bij het verbranden van vuil of plastic producten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er dus een heel hoog gezondheidsrisico aan het verbranden van vooral vuil en plastic en chemische spullen, in ieder geval dat dus hartstikke veel gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Zoals verhoogde hartaandoeningen, ademhalingsaandoeningen, huiduitslag, misselijkheid en ook nog hoofdpijn. Wat wij niet zien, is dus meestal bijvoorbeeld uw eieren, die dus zeg maar door ftalaten besmet kunnen worden, die kippen. Die dat dus oppikken, waar hij verbrand heeft, waar ze gaan pikken, dat komt dus wel. Die pops komen in hun eieren terecht. Als we dus kleding dragen die dus niet in brand kunnen vliegen, kan u dus misschien beter voor een alternatief gaan zoeken. Pina zegt dat pops teruggedrongen kunnen worden als we bewust kiezen wat we gebruiken, consumeren en produceren. Ook moet men bewust zijn bij het recyclen. Dit zou dus betere gezondheid tot stand brengen voor mens en dier. Het positieve hieraan is dat de economische perspectieven per persoon, dus ik heb het niet over landen of wereldeconomieën, ik heb het puur over uzelf, zal positief uitpakken. Want wat denkt u, als u het zelf plant, weet u wat u geplant heeft en weet u ook wat u eet. Het is ook goedkoper, het is vers en u kunt uw afval ook recyclen. Victorine Pinas, onderzoeker bij het Institute for Graduate Studies and Research. Zij sprak gisteren bij de presentatie over persistente organische verontreinigende stoffen in het IGSR-gebouw. Pinas gaf aan dat er met deze presentatie er bewustwording op gang gebracht moet worden over POPs.